Jongens. Jij zat ergens mee. Ja, ik zit echt ergens mee. Er wordt te weinig met me geflirt. Ja, ik snap dat wel. Nee, ja, maar ja, nee, het klopt wel. Vaak moeten de mannen het initiatief nemen en dan kunnen de vrouwen lekker toekijken tot ze versierd worden. Precies. Misschien kun je het afdwingen dat je doet alsof vrouwen met jou aan het flirten zijn. Dit noemden ze op mijn opleiding, want ik heb wel gestudeerd. De enige van deze groep. Nee, dat noemden ze reverse psychology. Zeg het één keer serieus. Psychology. Psychology. Ik betwijfel of jij die diploma gehaald hebt. Experiment 148a. Kun je vrouwen versieren door te doen alsof ze jou versieren? Nee. Nee, dat kan je niet. Als je hier rechtdoor loopt. Alleen maar rechtdoor. Dan heb ik op een gegeven moment het stationshal aan de linkerkant. Sorry. Nee, ik ben al een beetje aan het daten. Oké. Nee, omdat jij... Toch? Wat? Sorry, je bent... Nu, misschien heb ik het helemaal mis, maar... Je was toch met mij aan het flirten, of niet? Ben je even niet of ik je moet zeggen? Nee. Ik woon hier ook gewoon heel dichtbij, dus dan mag ik alsjeblieft gewoon weer naar huis. Sorry, mag ik jullie wat vragen? Weten jullie waar het ledige erf is? Op een gegeven moment daar een bocht om, langs het hond. En de tijd rechts doorloop, kom je vanzelf bij ledige erf. Oké, grappig, weer kijk. Nee. Yes? Ja. Nee? Je bent met mij aan het flirten, toch? Nu? Nee, ik geef je uitleg. Oh, oké. Dat dacht ik al even, dat je zo kijkt. Oké. Ik ga lopen, dankjewel. Sorry, Centraal Museum. Ik ben wel een aantal musea in Utrecht, maar... Je wint er geen doekjes om, hè? Wat, hè? Nou, je wint er geen doekjes om. Dat ik niet weet waar het museum is? Nee, dat je zo met me zit te flirten. Oh, dit vind ik niet echt flirten of zo, toch? Nee, valt wel mee. Volgens mij zit je gewoon vol met me te flirten nu. Nou, dat was niet mijn bedoeling. Nee. Ja, nu heb je je telefoon toch al in je handen. Ja. Dan kan je net zo goed mijn nummer even opslaan. Nee, sorry. Nee, succes. Dit werkte niet echt. Je hebt wel eens leukere experimenten gedaan, hè? Ja, dat wordt nog best lastig om een gesprek met vrouwen aan te gaan zonder dat ik mag flirten. Sorry, weet jij misschien ledige erf, hoe ik daar kom? Oh, ja? Heb je geen telefoon? Nou, die... Zo. Ik heb dit niet zo vaak. Wat? Ja. Ja, ik moet een beetje... Nee, ongemak. Nee, dat je zo, zo met me zit te flirten. Is dat zo? Ja, ik bedoel, ik vind het leuk, want je bent een leuke vrouw, maar je overval me er een beetje mee. Nou, is veel plezier. Ja. Oké, nou. Mag mijn nummer wel? 06? Nee, hoeft echt niet. Sorry, weet jij misschien een ledige erf? Het ledige erf? Ledige erf niet zo dichtbij is. Wow. Het moet wel een stukje lopen. Volgens mij moet je eens die kant op. Op Mariaplaats. Ja, ik vind wel... jouw directe aanpak vind ik wel bijzonder. Je wil net ledige erf, toch? Ja, maar ik bedoel dit, wat je nu doet. Oké. Ik weet niet, wat doe je? Ik bedoel, je bent nu toch gewoon met me aan het flirten, hè? Nee. Dat is oké. Ik bedoel, je bent... Ik voel me gevleid. Okay. Je bent een leuke meid. Oh. Nou, ik voel toch wel dat je dit... Okay, nee, weet je nu doet. Dat was niet het plan. Oh, dat is niet erg. Ik bedoel... Hey, ik ben ook in een goede bui, dus... ja, ik bedoel, 06. Oké. Hoe heet je? Julia. Julia, mooie naam. Niels en Jasper. Ja, heb hem maar. Oké. Doei. Gadverdamme! Maar dit werkt dus wel. Vieze glijden. Ja, maar het werkt. Maar we zijn nog niet klaar, nee, hoor. Nu komt hij, hoor. Nu komt hij. Hi. Sorry. Het ledige erf, waar zit dat? Wat? Het ledige erf. Ledig. Weet jij dat? Je kan wel even kijken. Kan op. Ja. Dat is 9 minuten lopen, heel ver. Oeh. Heel ver. Wat? Sorry, wat doe je nou? Niks. Oh nee, je hebt het een beetje zeg maar te seinen net. Nee. Oh, ik dacht al dat jij durft, maar... Nee. Wat? Of begreep ik het verkeerd? Nee. Omdat je de hele tijd zo eromheen zat te draaien en... Of wat? Oh, wat? Nee, oh. Ik dacht dat je weer maar aan het flirten was. Nee, zeker niet. Hè? Ja, maar je zit te knipogen toen hij op zijn telefoon... Waar in dit verhaal dacht jij dat dit een goed idee was? Conclusie! Nou, het werkt niet. Het werkt wel. Nee. Wat? Het werkt wel. Nee. Wel! Nou, nu ja. Reverse psychology.